lieve vrienden, ik zie een heel Pieter aankomen. Ja, ja. Dus daar ga ik op af. Zeg Pieter. Hallo. Hallo. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op zaterdag aanbeland om op 23 november om 12:39. Ja, ja. De tijd houdt geen schaft. Nee, wij wel. Wij gaan zo meteen een hapje eten. Maar ik wens jullie als eerste natuurlijk weer welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga zo meteen eventjes wat boodschapjes doen. Onder andere wat ik eigenlijk nodig heb, meer niet kattenvoer. Maar ik wil even een rondje stad. En ik neem deze even mee. Kijk of wat meemaken qua Zwarte Pieter en zo. Ja, is toch leuk even. Ik hoop het. En is er niks te beleven, dat vlog ik ook niet. Nee, want er is gewoon enkel op markt. Nou ja, dat hoef ik niet weer te vloggen. En daar heb ik ook niks voor nodig. Nee, ik chase gewoon even door het centrum en dan ben ik ook weer thuis. Ja, zien we een Zwarte Piet, dat vlog ik. Zien we een Sinterklaas, dat vlog ik. Ik kon niet zeggen, doe jij vriend? Gekkie. Oh, jij was aan het beslissen, aan het nadenken van wat moet ik drinken of niet? Nee, ook niet? Nou, dan niet. Gaat toch ook rondom door? Nee. Ik zal zo meteen eten voor je klaarmaken, moppie. Hè? Ja. Ja, kattenbrokjes zijn op die harde. Nou, moet ik dus even nieuw hebben. Zo van boven, zo van beneden. Hé, ja man. Dus, maar dat komt allemaal goed. Het is hier vreemd weer. Laat ik dat ook even voorop vertellen. Het is bewolkt. Aan die kant denk je van nou, het zonnetje is bezig, maar aan die kant is het weer dicht. Je weet niet wat je ervan denken moet. Nee. Maar het maakt allemaal niet uit. Je moet zelf je dag weten in te vullen en het ook gezellig weten te maken voor jezelf of voor een ander. Als je niet alleen bent, ik ben alleen, dus ik doe het lekker voor mezelf en ik geniet op mijn manier. Dus ja, ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei doei! Lieve vrienden, ik zie een heleboel Pieten aankomen. Ja, ja. Dus daar ga ik op af. Dus ik draai het scherm wel even om. Dus ik moet hem weer even uit en weer aandoen. En dan moet ik even racen. Want ze lopen daar ginds. Dus ja, daar gaan we even op af. Ja, en dan ga ik ook even bewegen, want ik moet mijn handschoen weer aan. Ja, ja. En dat gaat amper lukken met één hand, hè. Ja. Dus ik moet andere hand erbij gebruiken en daar heb ik jullie in vast. Ja, maar het lukt wel. Het komt allemaal goed. En nu is het racen. Oh, mijn stuur die staat nog niet goed. Even weer naar beneden halen. Zo, en dan gaan we met die bananen. Dat is leuk. Even op pietjes af. Ja, ja. Het is koud. Oh, oh, oh. Het is ook zo koud. Dan moet ik wel aanrezen, want ik zie ze nog wel hoor, daar niet van. En ook nog om andere mensen denken. En om kindertjes denken. Zien jullie ze al met de gekleurde pakjes? Ik wel. Ja, eentje gaat er huppelen. Pieten? Hallo. Hallo. Goed zo. Jullie doen het goed. Ja. Komt op YouTube hoor. Oh, is goed hoor. Ja hoor. Ik ben een vlogster. Corine met IE en de beestenboel. Oké. We zullen eens kijken. Ik heb mijn hondje vorige week in moeten laten slapen. Oh, ja, condoleerd. Ja, dank je. Ik krijg gelukkig van mijn dochter en mijn schoonzoon weer een nieuwe. Dus ja, dat komt ook allemaal weer goed. Ja. Dat scheelt weer. Ja. Komt op YouTube. Geen probleem. Hun weten mijn naam al. Ja. Corina met IE en de beestenboel. Ik denk ik ga voor jullie even tussen de stad Hallo. In. Hallo. Nou, nog meer Pieten omheen. Yeah. Nog meer Pieten omheen. Die blijven daar nog staan. Die merken het niet eens. Pieten, we komen op YouTube.
Anders kom je niet op YouTube. Anders kom je niet op YouTube. Nou. Oh, okay. Ja, ik ben een vlogster. Oh. Zeg mijn naam maar. Corine met IE Beesten. En de beestenboel. Ja. En heeft heel veel abonnees. Over de 200 in ieder geval. Zo, dat is wel veel. Oh, hij is een kort. Leuk. Moet ik deze Pieter doen? Ja. Die heb ik er niet. Nou, oké, lieve vrienden. We gaan weer vandoor. Jullie weten wat ik moet doen. En ik ben ziek, dus ja. De wetenschap. Dankjewel. Ik ben al een aantal weken ziek, hoor. Ik heb zelfs ook een tijdje niet kunnen vloggen daardoor. Dat is wel jammer. En dan mijn hondje nog overleden, dus. Nee. Ja. Kom maar. Dankjewel. Nou, lieve Pieter, werk zo. Er is nog genoeg te doen. En denk erom, kind, boven op de daken vannacht glad zijn, hè? Ja, pas op. Oké. Doei. Doei, allemaal. Doei. Abonneren, doei. Wel abonneren en liken. En zet er ook een leuk krabbeltje eronder. Zo, dat waren dus de Pieter. Dus ik zeg, we gaan weer door met die banaan. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En we kwamen natuurlijk een heleboel Pieter tegen. Nou, uiteraard, wat ik beloofd had. Hek, even leuk aan het vloggen geweest. Hartstikke leuk, gezellig. En ik hoop dat ze dus ook naar mijn kanaal toe komen vanzelf, hè. Ja, en er waren meer Pieter dan ik verwacht had. Want ik zag in eerste instantie maar een stuk of 5. Later bleken er dus veel meer te wezen. Maar oké, dan kan de pret niet drukken. Ik ga nou een bakje koffie maken. Koffie, hè? Lekker. Bakje koffie. En ik heb even een Bounty gehaald. Gelijk ook. Dus Bounty erbij. En dan lekker even ervan genieten. Vanavond, ik had nog 2 bakjes voor ragout, dus ik eet lekker bakjes van de middenragout. Rundvlees, lekker. Ik ga zo meteen weer verder met het werk, maar eerst even bijkomen. En het is alweer tegen 2:30, dus ja. Als ik, ga ik zo meteen eerst toch proberen die lamp te doen. Boven op de trappen eng staan te doen. En ik hoop dat dat lukken zal. Dat zal haast wel. Even de juiste schroeven draaien waar een magneetje in zit. En dan kan je ook niks verliezen. Nee. Maar oké, ik kan allemaal de pret niet drukken. Ik zal mijn andere mobiel nog even opzoeken. Die zit nog in mijn tas. Ja, ik zou Pokémon starten. Ja, denk je. Update. Oké, ik druk daarop. Wil die dat niet opstarten? Ja, hallo. Dus ik heb nou hulp gevraagd van een jongen die bij de Dekamarkt werkt. Die weet waar ik woon en die speelt ook Pokémon Go. En die komt vanavond dat even voor me doen. Dus ja, prima hoor. Ik vind het goed. Ik kan er ook niks aan doen. Ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb het 2 keer geprobeerd en hij kan het niet vinden. Nou ja, dat maar niet. Ik weet het ook niet hoor. Eens even zien of het hem lukken gaat. Je moet toch dat kunnen opwaarderen? Ja, dat doe ik met allemaal alles. Alles dat valt op te waarderen. Maar ja, normaal gaat dat automatisch. Maar ja, of dat nou gebeurd is, Joost mag het weten. Ik weet het niet. Maar oké, maakt niet uit. Ik voel dat mijn lip kapot is. Gaat goed, maar niet uit. Nee. Nou, en ik heb mijn hoed op gehad. Lekker belangrijk. Want het is koud. Ja, echt koud. Echt waar. Echt waar. Zo, koffie. Toen was de bakkie koffie, kan ik het zien? Nee, ja, een beetje. Nou, dan doe ik het zo. Kan ik jullie lekker maken met een bakkie koffie? Als je ook koffie wil, kom je hier maar naartoe. Als je wilt weten waar ik woon, ga je met een Facebook. Ja, en dan schrijf ik mijn kaart in. Ja. Geen koffie krijgen. Ja. Simpel. Als jullie het gezellig vinden, like het dan even. En laat er eens een keer een leuke reactie eronder. Zou ik zeer op prijs stellen. Ja, ja. En jullie hebben al gehoord dat ik een nieuw hondje ga krijgen. Ja, ook dat. Een schatje. Echt een lievertje. En... Ik
wat is dat in één hart? Ja, komt ook door die zere duim nog. Ik kan er geen druk op zetten. De naam is Eleanor. Het is een vrouwtje. Ja, en een dotje. Ja. Dat, andere week vrijdag, dan wordt door Karin en Roderick opgehaald. Want Karin gaat haar eerst eventjes voor mij klaarstomen dat ze dus niet bang is van een booster, etc. Ze komen ook datzelfde weekend hier om even kennis te maken. Dan gaan we ook gelijk trainen met een booster en dan nemen we haar wel weer mee. En dan gaat ze ook trainen naast de fiets. Nou ja, of je nou naast de fiets moet rennen of lopen of naast een booster. Dat maakt twee keer niks uit. Dus ja, Karin die traint er voor mij eventjes. Die dingen wat voorrang heeft, mijn prioriteiten. Want ik wil haar mee kunnen nemen, ook in de trein. In een auto, daar wens ze al aan als ze naar Nederland wordt gebracht, want ze komt uit het buitenland. En het is zo'n dotje. Ik heb de foto's al en ik zal bij deze vlog haar foto's eventjes ook tonen. Doe ik er gewoon bij in de film, want ze staan al op mijn pc ook, dus dat komt allemaal goed. En ja, de naam is Eleanor, hartstikke leuk, zelf bedacht. En het moet ook weer een actrice wezen met die naam, tenminste de eigen naam is natuurlijk anders, maar van de Lord of the Rings, want daar haalde ik hem weg. Dus ja, dan zal het toch wel zo zijn, dacht ik zo. En ik had hier. Sorry. Ik had eerst een andere naam gevonden. En dat was helemaal apart. Galadriel of zoiets. Ik zal het briefje even pakken. Ja, nee, de Galadriel. Galadriel. Eens even koekeloeren. Ja, Galadriel. Maar ja. Zie je mij dat Woefie al zo roepen? Galadriel! Zo'n lange naam, hè? Kan wel de tweede naam worden, bij wijze van spreken. Galadriel Eleanor. Ja, Eleanor. Even zien, zit dat erin? Ja, de E. De L zit er zelfs twee keer in. De A zit erin. Nee, de O zit er niet in. Wel de R. Maar ja, oké, ze heet Eleanor, punt, klaar. Dat, ik had drie namen gevonden, het waren alle drie vrouwen, Morwen, Eleanor en Galadriel. Nou, Galadriel, dat schrijf je met een G, net zoals Gimli. Nou, ja. Net zoals Gimli en Gandalf schrijf je ook met de G, maar je spreekt het meer uit als K. Ja, de harde K. Het blijft wel niet. Ik kom straks alweer terug. Nu begrijpen jullie wel waarom ik zo moe kan worden en zo lamlendig kan worden. Door dat geroest. Vreselijk. Nou, ik hoop dat het nou weer even voorlopig even weg blijft. Want je wordt er niet vrolijker van. En alleen nog maar verdrietiger. Want dat doet je zeer. Maar oké. Ik hoop dat het goed gaat komen. Want ja, ik zit ook aan de medicatie. Pilletjes. Discus. En keelsnoepjes. Noem maar op. Maar ja. Ik kan de pret allemaal niet drukken. Ik ga gewoon mijn gang. En ik doe zoals ik altijd al heb gedaan. En wat ik gewend ben. Ik ga nooit bij de pakken neerzitten. Ben ik niet gewend. En dat deed mijn man toen ook niet, hè? Hij zat aan de eettafel. We hadden bezoek. Ik vond hem stinken. Ik denk dat hij het een scheet gelaten, weet je. Dus ik vraag het hem ook nog. Ook de bezoek die liep langs hem. Nou. Die vroeg het ook al. Nee. Nou, ik weet nu dus achteraf. Weet ik wat het geweest is.
was in ieder geval niet prettig allemaal. Maar in ieder geval, we gaan door met die banaan en mijn klavertje 4. Jeetje, mine, die is echt mooi, maar die wordt ontiegelijk lang en die krul ik om zijn teentrekkers heen. Moet je nou eens kijken. Kunnen jullie hem zien? Mooi, ja. Het is vandaag zaterdag, hij moet water hebben. Jo, ik zet hem even in de keuken. Vergeet ik het ook niet. Er is meer wat ik water moet geven. Ja, en ik mis wat. Oh, die staat in de hoek. Ja, is ook zo. Oké, ja, de plant die ik voor Karen en Roderick had gehad met blauwe bloemen erin, weten jullie nog? Ja, nou, die moet ook water hebben. Iedere zaterdag moet ik ze water geven, maar dat doe ik met een andere plant, idem dito, en nog een andere plant. Ik heb nog twee extra planten met eentje, ja. Die groeit uit zijn pot vandaan en ik heb geen groene vingers en er is niemand die het voor mij doet. Dus ik geef hem gewoon weg. En die doet het wel zelf, die kan het wel. Maar ik had er wel eerst iemand voor en dat was Chrissy, maar die laat niks meer van het horen. Niks, ik zie er niet, ik weet niet wat er los is. Ik hoor er niet. En ik snap daar niks van. Ik heb al een paar keer ingesproken, terugbellen doet ze ook niet. Ze is ook niet thuis, dat weet ik wel, maar op de mobiel neemt ze ook niet op. Mijn naam is haar. Mijn leven gaat door. En ik ook. Dus ja, jullie ook. Ja, jullie net zo goed als ik. Dus ik zeg het, tot straks maar weer. Nou, je wilt geloven of niet, ik heb heel wat gedaan, maar nog niet de lamp opgehangen. Nee, kan niet. Waarom niet? Ik ben bij hoog en belaag niet waar ik 1, 2, 3 dat verhuiszet heb gelaten. Dat was van de verhuiszet, dat is dus een fitting die ik daaraan vast kan maken en op kan hangen waar die lamp in kan. Zonder fitting begin ik niks. Dan kan ik geen fitting vinden die ik daar aan op kan hangen. Dus het gaat lekker met die huis. Dat ik heb mijn gerold gezocht in die kast, die kast half leeg gehad. Noppenjendo. Bij de elektriciteit gekeken. Noppenjendo. Dan hoop ik hem dat ik nog tegen mag komen. Nee, dat kan ook niet, want de kerstspullen waren al opgeruimd. En Jack van Sverelo heeft hem pas later in het jaar eraf gehaald. Omdat ik die andere lamp van Karin kreeg met die kleurtjes erin. Gebruik ik weliswaar nooit, maar oké. Ja, ik gebruik hem gewoon als een lamp. Als ik even groot licht nodig heb. Maar meer ook niet. Dus ja. Nou weet ik niet waar die fitting is gebleven in 1, 2, 3. Ik heb hem opgeruimd, maar waar. Dus ja, nou ga ik wel een nieuwe kopen na een komende week. En als de kerst dan weer voorbij is, de feestdagen, dan bewaar ik hem gewoon bij mijn kerstspullen zelf, bij het lichtspul. Ja, want ik heb een doos met kabels, snoeren, etc. wat bij de kerst hoort, hek apart in een doos. En daar komt het bij in. Ik kan het nou nergens vinden. Als ik het al vind, dan is het meegenomen en ik hou jullie op de hoogte. Okidokie, doei doei. Ja, hallo lieve vrienden. Ik heb de kamer heb ik helemaal klaar qua versiering. De slingers hangen helemaal door de kamer heen, zoals ik het alle jaren weer heb. En wat iedereen ook mooi bij mij vindt. Ja, jij ook een meisje. Ja, dat ik ben er zelf ben ik er blij mee. Ik heb enkel dus de kerstverlichting nog niet aan. Daar vind ik het gewoon te vroeg voor. Enkel zoals ik gisteren zei, de krant boven de kast en de televisie. De kerstboompje, wat erop staat. Die heb ik wel aan. Maar dat vervangt tevens het andere licht wat ik normaal aan heb. Ik toon het jullie zomaar, ik moet even draaien, hè? Ja! Nou, de raam hadden jullie gisteren al gezien. En de kast, et cetera. Maar jullie zien al die slinger gewoon verder doorlopen. Zo over dat klokje heen. Dan langs die krans. Daar door de hoek. En dan daar. Hup, gaan we deze kant op.
Daar bij het schilderij langs, tenminste wat heet. Het is niet echt hoor, het is kitsch, maar ik vind het wel mooi. Zo om het hoekje. En dan daar langs, daar langs, daar langs. Zo, en dan achter de lamp. Bij mijn vorige hondjes die ik vroeger had. Dat is al heel lang geleden. En toen waren de kinderen zelfs nog klein. Ja, toen waren de kinderen zelfs nog klein. Zo, bij mij en mijn mannetje langs. Zo helemaal rondom. Ja, ja, gezellig. Bij de spiegel. En wat moet jij, mijn meisje? Wat moet jij, mijn meisje? Oh ja? Oh, is dat zo? Ja, je wil weer eten zo meteen. Hè? Ik weet niet eens hoe laat het is. Oh, dat is nog vroeg. Het is nog niet eens een tijd om te eten, dametje. Meeuw, ja. Oh ja, meis. Heb je zoveel te vertellen? Heb je zoveel te vertellen? Ach, goeie dan. Ach, goeie dan. Hé? Ja, en kan er al iets boven. Die is de hele dag nog niet buiten geweest. En dan komt hij ook niet meer buiten. Nee. Anders komt hij weer net zo laat als vannacht thuis, hè? Ja. Het was toch ook al laat. Vrouwtje moest helemaal speciaal voor hem opblijven. Anders had ik al lang al gelegen. Ja. Hé? Wijfie. Och, mijn prinsesje toch. Ja. Ze is en blijft mooi, ondanks haar hoge leeftijd van 14 jaar alweer. Andere jaar wordt ze alweer 15. Ja, het gaat hard. Vreselijk hard. Hé, wijfie. Maar oké, lieve vrienden, nou ja, ik heb het jullie laten zien. En ik hoop dat jullie het mooi vinden. Ja, 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 ja. Nou ja, de tafel die is ook al een klein beetje opgeruimd. Ik zeg ook een klein beetje. Dit waren de poepzakjes nog van Frodo, maar dat gaat niet weg. Want ja, jullie weten, dan krijg ik een nieuw hondje. En als ik ziek ben, dan gaat die gewoon in de tuin. En voor de rest ga ik haar gewoon lekker ook uitlaten naar de booster, op de booster. Ik neem haar overal mee naartoe, waar het naartoe kan. Ja, nou, tot later. Fijne avond. En ja, wat moet ik nog meer zeggen? Waar zal ik even berichten? Die krans en de... Ja, ik zou zeggen, fijne avond, liefdevolle avond, God zegen, verlaten, welterusten, slaap lekker met de mooiste dromen die je eigen maar wensen kan. En tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, doei doei!